kerstboom. Het hele jaar door sta ik heerlijk in het bos. Niet in mijn standaard, gewoon lekker los. De hele familie gezellig om me heen. Allemaal net als ik op één been. Maar dan komt december. Fijn, fijn voor mensen. Wij bomen kunnen ons wel iets anders wensen. Mennen met bijlen om ons te grappen. Staan doodkalm je hele familie om te hakken. Daarna liggen we op een hoop in een wagen. Ik lig bovenop, dus mag ik klagen. Bij de handelaar liggen we op de grond. Een nare ervaring als je eerst altijd stond. Dan het gezeur van de klanten over ons figuur. We zijn te vol, te kaal en dan ook nog duur. Er gebeurt heel wat voor men de koop sluit. Ze pakken je bij je nek en schudden je uit. Je verlangt naar een plek waar ze je haalden. Per klant vlies je tientallen naalden. Maar het ergste komt nog als je bent verkocht. Wat men uithaalt is zeer ver gezocht. Je wordt in de hoek van de kamer geplant. Met een piek op je kop en een bal in je hand. Pas tegen de avond is men met me klaar. Ik zit onder de kaarsjes en het engelenhaar. Ik denk, dat is dat, terwijl ik geel. Maar dan komt de spuitsneeuw. Ze hadden zitten piekeren onder het eten, wat ze aan mij waren vergeten. Zo sta ik dan een aantal dagen voor gek. En halen ze me opnieuw van mijn plek. Alles gaat eraf, want ik word afgetuigd. Ik voel me zo vrij en mijn hart juicht. Dan pakken ze me beet, ik ben verwonderd. Want ik word zomaar zonder weer uit het raam gedonderd. Zeker 15 jongens rennen op me af. En slepen me mee in een snelle trap. Eindelijk zijn we er na een half uurtje. En gooien ze me weer in een schuurtje. En daar ben ik niet de enige boom. Ik ben bij de familie en ik denk dat ik droom. Op een avond gaan we weer op een hoop. Ik lig mijn buurman, Denneboom Stoop. Dat is het laatste wat ik weet. Dat daarna het verschrikkelijk heet.